Ja, nu we het toch over de muziek hebben. Je hebt een heleboel verteld over jezelf en over het bedrijf dat je hebt. Maar de muziek die je hebt laten draaien vanavond in het programma Business Club Radio is ook een bijzondere lijst. Kun je iets vertellen over die muziek? En ja, ik ben ook benieuwd bijvoorbeeld naar wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht? De eerste plaat die ik ooit met mijn eigen geld heb gekocht is New York Mining Disaster van de Bee Gees. Oh ja. Ging ik naar Van Leest in de Hermanus Boekstraat in Eindhoven en toen vroeg ik naar Mr. Jones, want ik dacht dat hij zo heette. Mm-hmm. Maar ja, dat was de eerste plaat. En die, maar die was toen nog 3,95 gulden iets in die buurt? Ja, ik heb geen idee. Maar het was inderdaad, ja, ik heb geen idee. Een singeltje. Ja, een singeltje. Ja. Maar over de muziekkeuze van vanavond. Ja. Abbey Road, medley. Kijk, ik had bij Midland FM hiervoor ook een radioprogramma Puur Genieten. Dat kun je nog bekijken wat ik daar heb gedraaid. Dat was luistermuziek van wat ik echt mooi vond. En ja. Daar staan 600 nummers die ik mooi vind. En dat is lastig om daaruit te kiezen. Maar ik begon altijd met de Beatles. En deze Abbey Road medley, die is heel bijzonder. Omdat sowieso vind ik Abbey Road het mooiste album van de Beatles. En het is het laatste echte studionummer wat ze hebben opgenomen. Maar ik ben met mijn dochter ben ik een aantal keren naar Paul McCartney geweest. En dit was in het concert in Keulen. Mm-hmm. En begonnen echt de tranen over mijn wangen te stromen toen hij dit in de toegift draaide of speelde. Dus daar heb ik een bijzondere herinnering aan. En hoe kwam dat? En, dat de tranen toen over je wangen stromen? Ja, nou, omdat het concert was afgelopen en zo. Hè? Dat vond ik jammer. Maar goed, die dingen, emoties, hè? Muziek en emoties. Pink Floyd is ook een van mijn favoriete groepen. En High Hopes, ja, dat is de toekomst. Prachtig nummer. En Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, is mijn lead theme. Als het niet goed gaat, dan pompt deze mij weer op. En deze kan ik iedereen aanbevelen als oppompnummer, om het zo maar even te noemen. Ja, het geeft veel energie. Heel erg. Michael Jackson, Heal the World. Ik vind duurzaamheid en alle initiatieven daaromheen ongelooflijk belangrijk voor de toekomst. En ik vind dat we daar veel meer aandacht aan moeten besteden. Ja, dus dat kan een soort troetelschijf zijn voor de Food Valley. Ja, dat zou mooi zijn. Maar Donald Fagen, The Nightfly, dat is met mijn radiowerk. Dit is echt, gaat daarover dat hij een DJ is en 's nachts mooie muziek draait en mensen bespreekt. En Johnny Cash, A Thing Called Love. Love is toch hetgene wat alles oplost in de wereld. Liefde. En vandaar dat ik die plaat heb genomen. En Johnny Cash, die is ook het eindtune, heeft hij ook van dit programma. Ja. Yes. Nou, boeiende lijst. En als ik jou zo hoor praten over de muziekkeuze die je hebt gedaan, dat is dat ook een beetje een weerspiegeling van de manier waarop je werkt. Daar bedoel ik, ja, ik bedoel daar ook mee dat liefde is ook een onderdeel van. En liefde klinkt dan heel erg veel. Maar het gaat ook om samenwerking en erkenning van elkaar op de werkvloer. En die methode die probeer jij toe te passen. Zeker. En dan is de muziek die je hebt gekozen daar ook weer een afspiegeling van. Ja. En voor de rest, ja. Muziek luister ik heel graag in alle soorten en maten. En zoals het hier nou lijkt, ben ik een beetje een oude rocker of zo. Maar het is ook klassieke muziek. Het heeft ook helemaal te maken met de stemming waar ik in ben. Ja. En in de auto moet ik niet te veel dancemuziek horen, want dan trap ik de gaspedaal iets te diep in. Want wat draai je bijvoorbeeld in de auto? Wat beluister je in de auto? Nou, in de auto heb ik een mix van een paar duizend nummers op een harde schijf. Okay. En dan gaat hij op shuffle. Goed, dit was het programma voor vanavond. Ja, dankjewel dat je het wilde Radio. Doen. Ja. En Jan Sonneveld was vanavond de gast. En ja, wie is de volgende week bij jou weer de gast? Gast volgende week is Wim van Ginkel van de Ginkelgroep. En die zorgt voor de groenvoorzieningen in een aantal locaties. En hij is ook prijswinnaar van diverse prijzen. Hij is weer genomineerd voor... Oké, daar gaan we dan de volgende week naar luisteren. Ik dank ook technicus René van Schenkhof. Dit was Dirk Meijer en Business Club Radio.